We zullen niet langer accepteren dat de minister van Volksgezondheid mensen zit te beledigen, te criminaliseren en minachtend behandelt. Zo sprak Jennifer van Dijk-Silos vandaag op de persconferentie van de vakbonden en personen die op 20 augustus de petitie Apartheid en Discriminatie in Suriname hebben aangeboden aan vicepresident Brunswijk. In haar inleiding ging van Dijk-Silos in op de gevolgen van de uitspraken van de bewindsman. Eén daarvan is dat ook anderen neerbuigend spreken over niet-gevaccineerden. We merken ook dat de beschuldigingen aan het adres van de ongevaccineerden steeds groter worden. Wij zorgen voor besmettingen. Wij zorgen voor vele doden. Wij zorgen voor de economische depressie. En wij zijn virusmutatiefabrieken. Dat zijn dingen die in de pers voorkomen. Werkgevers bedreigen hun personeel met ontslag of uitsluiting als ze zich niet vaccineren. Ik heb een assembleelid zien jubelen over het feit dat werkgevers geen bonus zal geven aan ongevaccineerde werknemers. Je vraagt je af, wat gebeurt met Suriname? Wat is er met Suriname aan de hand? Bestaat die rechtsstaat nog? Een ander voorbeeld was, en dat was zo schaamteloos, dat ik mezelf voor Suriname schaamde. Er wordt op een schaamteloze wijze misbruik gemaakt van kwetsbare groepen in de samenleving. De groep vraagt middels de petitie aan het staatshoofd dat de minister van Volksgezondheid voortaan andere woorden bezigt bij het praten over de niet-gevaccineerden. Van Dijk-Silos zegt dat de indieners tegen de dwang van vaccinatie zijn, maar dat ze geen antivaxer zijn. Volgens apostel Carlo Misikaba zijn er personen die op hun eigen tijd willen bepalen of ze het vaccin wel of niet nemen. Apostel Steven Rijmen zegt niet bang te zijn voor de regering en ook niet voor een confrontatie. Afgelopen weekend is het ministerie van Volksgezondheid begonnen met het vaccineren van personen vanaf 12 jaar. Patrick Bagwandin zegt dat de toestemming vanuit FDA voor het Pfizer-vaccin echter geldt voor kinderen vanaf 16 jaar. Op de website van de FDA zien we de approval letter van FDA naar BioNTech. En onder het hoofdstuk op pagina 4, Pediatric Requirements, zien we staan: This product is ready for approval for use in individuals 16 years of age and older. And the pediatric studies for younger ages have not been completed. Dus wanneer men zegt 12 jaar, vanaf 12 jaar, dan is dat misleidend, de informatie. Want het is helemaal niet geproefd voor kinderen van 12 jaar tot 16 jaar. Vervolgens hebben we ook op diezelfde website van de FDA, pagina 14. Trouwens, Pfizer gaat voortaan onder de naam Obernati op de markt worden gebracht. Op pagina 14 van de prescribing information zeggen ze: The safety and effectiveness of Obernati in individuals younger than 16 years of age have not been established. Wanneer wij mensen, en dat is wat het BIPO-verdrag zegt, willen laten meedoen aan een experimenteel medisch gebeuren, een experimenteel vaccin in dit geval, dan moet er sprake zijn van een informed consent, dat betekent dat je moet mensen heel goed inlichten. Het stoort de vakcentrales Ravaxuur en C47 enorm dat de overheid bij het nemen van besluiten de vakbeweging niet consulteert. Dat doen ze slechts met het bedrijfsleven. Als vakbonden zijn ze van mening dat werknemers niet verplicht worden het vaccin te nemen, vooral degenen die al lang bij de bedrijven werken.